Bij de programma's die het hem doen, hoort dat handige Troskompas. De snelste wegwijzer in radio- en televisieland. Sluit u bij ons aan en u ontvangt Troskompas tot 1 juli 1983 voor slechts 3 tientjes. Bel ons nu. Vrijdagavond, Trosavond. Dan is het nu tijd voor Actua TV. Dames en heren, zeer goedenavond gewenst. Deze keer 1 onderwerp, een special van G. Titulaar over nieuwe ontwikkelingen op elektronica gebied. U weet dat vandaag in de Amsterdamse RAI de Virato is begonnen en op deze jaarlijkse tentoonstelling worden de bezoekers oversteld met primeurs op het gebied van radio, televisie, video en wat al niet meer. G. Titulaar wijst u nu de weg in dat dichte bos van de elektronica. Goedenavond dames en heren. Vanuit mijn achtertuin de laatste ontwikkelingen op elektronisch gebied. En dat zijn er nogal wat dit keer. Als een ware waterval zult u in het komende programma worden geconfronteerd met de allergrootste nieuwtjes op het gebied van elektronica, sprekende chips, video, beeldplaten en ga zo maar door. We beginnen met de laatste ontwikkelingen op satellietgebied. Ik sta hier te midden van een waar oerwoud van antennes. De grootste schotelantenne heeft een middenlijn van 3,80 meter. En de kleinste antennes die hier staan opgesteld hebben een middenlijn van slechts zo'n centimeter of 80. Met al deze antennes kunnen we op dit ogenblik hier in deze tuin rechtstreeks uit het heelal, rechtstreeks van satellieten, programma's opvangen die worden uitgezonden door Frankrijk, door Engeland, door Zaïre, door Saoedi-Arabië, door Rusland en ga zo maar door. Hier kunnen we ook laten zien wat er nu aan de hand is, politiek gezien. Want deze grote schotelantennes hebben betrekking op telecommunicatie. Daar mag je niet zo inkomen. Maar de kleine schoteltjes hebben betrekking op televisiesatellieten. Dit is een echte televisiesatelliet. Het model van de ELSAT, schaal 1 op 20. De ELSAT die in 1985 wordt gelanceerd. En waaraan Nederland zo'n 100 miljoen gulden gaat bijdragen. Nederland bouwt dus mee aan een televisiesatelliet, maar van onze eigen overheid mogen we diezelfde satellieten niet bekijken. U weet dat er al lang uitzendingen zijn met de OTS. En die OTS, die testsatelliet, die wordt verzorgd op het ogenblik door Satellite Television uit Engeland. Die programma's zijn gescrambled, dat wil zeggen kunstmatig verstoord. En om die verstoring op te heffen heb je zo'n decoder nodig. Ze worden heel toevallig overigens in Nederland gebouwd door een Amerikaans bedrijf. Deze decoder heb je nodig om bij die ontvangst die verstoring op te heffen. En de overheid mag alleen die dingen verkopen, die hebben het alleen vertoningsrecht. En die vragen daar 15.000 gulden voor, plus nog een bedrag voor de tijd dat je hem gebruikt. En dat is in wezen erg belachelijk. Dus kunnen we u niet rechtstreeks satellite television laten zien. We mogen u niet laten zien wat nu op uw scherm komt. In Hampshire, setting for the Society of British Aerospace Companies 20... Op de vorige Virato kostte het nog een kwart miljoen gulden om een beeld van een satelliet te ontvangen en in Amsterdam te distribueren.
Op deze Virato kun je voor 6.995 gulden al een installatie kopen waarmee je in je eigen tuin satellietontvangst kunt bedrijven. Deze schotel heeft een middenlijn van 80 centimeter en met deze elektronica, alleen dit ene kastje erbij, kun je een Russische satelliet rechtstreeks ontvangen. Dat die ontvangst rechtstreeks is demonstreren, kijk, het ruispatroon verschijnt. Het is een prijs die is weliswaar exclusief BTW, maar u bent dan ook heel erg exclusief in uw tuin. Want u kunt buren, vrienden, bekenden en wat iets meer zei, live Rusland op ieder moment laten zien. Op het dak was niet eens voldoende plaats om alle schotels neer te zetten die we hadden uitgenodigd voor dit TROS-programma. We hebben daarom één grote schotel hiervoor op straat gezet. En deze schotel is gericht niet op een Russische satelliet, maar op een Intelsat. Een Intelsat-kunstmaan die wordt gebruikt voor telefoonverkeer en voor allerlei mogelijke vormen van telecommunicatie. Op zo'n Intelsat kun je een kanaal huren om televisieprogramma's door te geven. En dat doen ook de Oostbloklanden. En zo'n kanaal hebben we op het ogenblik te pakken. Er worden programma's uitgewisseld tussen Cuba en de Sovjet-Unie, tussen Polen, Roemenië, Joegoslavië en ga zo maar door. En al die programma's kun je dus in Nederland met zo'n schotel en die elektronica op het scherm krijgen. Die beelden daarvan die zijn ook gewoon hier te zien. Да, все нормально. Люся, а кто в семье у вас самый добрый? Самый добрый? Да я даже не знаю. Все добрые. Доброта, бережное отношение к людям, свойственны всему комсомольско-молодежному коллективу кардиологического отделения санатория. Спаяло коллектив, что? Это дело новое совсем, да? Открывали, ничего не было совершенно. De conclusie is duidelijk. Je kunt op het ogenblik in Nederland al tientallen verschillende televisieprogramma's ontvangen. Je hebt ervoor wel vaak grote schotels nodig of vrij veel elektronische apparatuur, maar het kan. Nou, die mogelijkheden worden snel groter. Dat wil zeggen, de schotels worden kleiner en die apparatuur wordt kleiner. Het kabelnet gaat meer bieden. En over een paar jaar zult u als consument de keuze hebben uit tientallen verschillende programma's. Er zullen misschien ook programma's bij zijn die u niet kunt volgen vanwege de taal. Programma's in het Italiaans, het Russisch, misschien zelfs het Chinees. Nou, voor dat soort zaken levert ook de elektronica een oplossing. Dan kun je een vertaalcomputer pakken, een heel klein apparaatje wat je in de hand kunt houden, liefst een sprekende vertaalcomputer. Nou, ik denk dat die drankjes geschikter waren zo laat op de avond om even naar te luisteren op de vertaalcomputer. Die vertaalcomputer heb je natuurlijk nodig als je naar al die satellietuitzendingen gaat kijken. Met Italiaanse en Arabische, Franse en Russische programma's in de huiskamer. Hoewel ik niet denk dat je het ermee bij kunt houden. De vertaalcomputer, de sprekende vertaalcomputer. Maar op de Virato is video het belangrijkste. En we willen nu een overzicht geven van de belangrijkste nieuwtjes op videogebied op deze Virato. Als je daarnaar gaat zoeken, is het best moeilijk om een keuze te maken. Ik heb geprobeerd om een paar algemene lijnen eruit te halen. En één lijn is heel duidelijk, dat is de stereo video. Dit is een stereo videorecorder van Blaupunkt met een bijbehorend televisietoestel. Maar ook bijna alle andere fabrikanten brengen die stereo apparatuur. Stereo begint heel duidelijk op te komen. Bij de videorecorder zelf kom je dingen tegen als heel veel programma's opnemen en mooi programmeren en versneld vooruitspoelen met beeld en een opzoekfunctie. Deze vond ik nog wel een beetje bijzonder. Hier op het scherm kan ik namelijk letters tevoorschijn toveren. Het is nu op maandag nemen we dit programma op om 4:06. En deze tijd en die dag die wordt ook op de videoband vastgelegd als ik een opname ga maken. En dat betekent toch dat een stuk archivering van uw videobanden door de videorecorder zelf wordt overgenomen. Bovendien kun je deze functie gebruiken als een elektronische gebruiksaanwijzing. Je ziet gewoon op het scherm wat je moet doen. Voor de rest heb je bij al die videosystemen zoveel nieuws dat ik me even ga beperken tot draagbare video. En daar wil ik kort alle drie de verschillende systemen gaan noemen.
Om te beginnen met het Philips Video 2000 systeem dat ook door GroenLicht wordt geleverd. Daarvoor is nu een draagbare videoversie uitgekomen. Deze draagbare videorecorder van het 2000 systeem met een bijpassende tuner en een kleine camera maakt ook dit systeem nu compleet. De twee Japanse systemen hadden dat al langer. Sony bijvoorbeeld heeft een heel kleine Betamax recorder met een heel kleine camera en die kan helemaal in dit gekke apparaat worden ingebouwd. Dit is een onderwaterbehuizing voor een videocamera met een videorecorder. En hier de bedieningsknop, hij staat nu op opnemen, op stop spelen. En ik heb gezien dat er ook nog een lampje op zit voor een lek. Ik denk alleen dat je dan snel naar het oppervlak moet gaan als dat lampje gaat branden. Het VHS-nieuws. De VHS-mensen hebben een weer kleinere videorecorder uitgebracht. Het begint inderdaad heel weinig te worden. Zo'n videorecorder weegt nog maar 3 kilo en hij bevat de normale VHS-cassettes. In combinatie met zo'n camera, die in wezen al niet groter is dan een gewone filmcamera, krijg je dus een heel kleine eenheid die voldoende is om buiten ergens opname te gaan maken. Het kan allemaal nog kleiner natuurlijk. En diezelfde club die hebben van uitvindersbedrijf JVC de compactversie uitgebracht. Maar daar zitten weer net iets andere cassettes in. Kleinere cassettes die weer afgespeeld kunnen worden via een adapter. U kunt op de Virato daar meer over te zien krijgen. Ik wil slechts signaleren dat dit een stap is op weg naar die videorecorder in de camera. De 8 mm video waarover de grote fabrikanten het intussen eens zijn geworden. Het is alleen een systeem dat u nog niet volgende week in de winkel moet verwachten. Ik denk dat het nog wel 2 jaar duurt voor echt die videocamera met die ingebouwde recorder te krijgen is, omdat er nog heel veel overleg nodig is over details van dat systeem. Bij die hele videotechnologie, ook één camera die erg opvallend was, de VCX2 die u hier ziet. De camera is opvallend omdat die automatisch scherp stelt. Het is een autofocuscamera. En u ziet hier het beeld wat ik ermee maak. Het is de cameraman die mij opneemt, daar ben ik nu op ingezoomd. Maar er is nog iets grappigs bij. Alle lampen staan op mij gericht in deze kamer. Maar de cameraman zelf staat in een vrij donker hoekje. Deze camera kan ook met heel weinig licht werken. Nou, ga het zelf allemaal maar bekijken op die Virato, want we hebben... Oh, mijn horloge, ja. Mijn horloge roept me in feite tot de orde. Het is tijd, we kunnen niet te lang hierbij stilstaan. En dit sprekende horloge zegt van, ga maar eens naar het volgende onderwerp. Ze hebben genoeg gehoord over video. Trouwens, over horloges gesproken, op de Virato ook heel veel audio nieuws. En dit is een horloge wat je overigens op het ogenblik al bij de Nederlandse supermarkten kunt krijgen. Dat gaat heel snel. Met een radio in het horloge. En u ziet, de kwaliteit is niet eens zo slecht als u bedenkt dat dit hier zonder antenne hier binnen speelt. En ik moet u geruststellen, er zit ook nog een horloge in. Je kunt er ook nog op zien hoe laat het is. Van de Japanse fabrikant Seiko hoorden we dat hij ook al een horloge had met een ingebouwd televisiebeeld. Alleen daarvan kan ik u alleen deze foto laten zien. Een werkend model was nog niet op tijd hier in Nederland te krijgen. Het laat allemaal zien dat er verschrikkelijk veel veranderd en in beweging is. Het kan blijkbaar nog kleiner. Ik weet alleen niet of u er allemaal behoefte aan hebt. Ik weet wel dat morgen weer heel veel uit deze kamer is verdwenen. Dit wat het videonieuws betreft. Ook op televisiegebied is er heel wat nieuws te melden en op zich is dat best een beetje merkwaardig, want we hadden immers al lang een heel mooi en een kwalitatief heel goed kleurenbeeld in de huiskamer. Het eerste wat er op televisiegebied te melden is de ontwikkeling van de stereotelevisie. U ziet er hier een voorbeeld van, een stereotelevisietoestel van Philips. Maar er zijn een heleboel andere fabrikanten die op de Virato ook een toestel met stereocapaciteit hebben gebracht. U ziet links en rechts van het scherm nu een luidspreker en daaruit blijkt de stereocapaciteit. Op zich is dit wel een beetje merkwaardig, want de Nederlandse omroep verzorgt nog geen uitzendingen in stereo, anders dan bij wijze van experiment in combinatie met de radio. Duitsland doet dat overigens wel en er zijn ook videobanden nu met stereogeluiden en de beeldplaat kan natuurlijk ook worden gebruikt om de stereocapaciteit ten volle te benutten. Dit is een heel groot scherm en in feite gaan we hier alweer een stapje op weg naar de huisbioscoop. Stereo, een mooi groot scherm. Maar we zoeken dan toch naar een plat beeldscherm. Eigenlijk op den duur een beeldscherm wat we tegen de muur zouden kunnen plakken.
Dan kan ik meteen zeggen dat u dat de eerste 10 jaar niet in de winkel hoeft te verwachten. Maar in de laboratoria gebeurt er heel veel aan. In zwart-wit zijn ze al ontwikkeld en dan heel klein. Dit is dat beeldschermpje van Sony wat ik ooit al een keer in Tros Actua heb laten zien. Toen had ik nog geen beeld erop. Nu heb ik intussen wel een beeldje erop weten te toveren. En u ziet hier hoe dat er dan uitziet, de zaktelevisie. Verder hebben we daarvan een opengewerkt model gekregen. En u ziet hier het beeldscherm, de elektronica, de batterijen. Dat zit er allemaal in. Dan kun je dus inderdaad de televisietoestel in je zak stoppen. Nou, we zijn zwart-wit en natuurlijk, we zijn verwend. We willen ook kleur heel klein hebben. Het allerkleinste kleurentoestel wat ik kon vinden is dit van een Japans bedrijf, Panasonic. Maar hier kon ik geen beeld op krijgen. Dit is dus voor Nederland nog niet geschikt. Het is in feite voor de Japanse en de Amerikaanse markt gemaakt. Een ontwikkeling die ook nog leuk is, in ieder geval om te melden, is dit toestel van Loewe. Het kan namelijk uitvergroten. U ziet hier het testbeeld van Nederland 1. Als je op dit knopje drukt, krijg je een uitvergroot beeld en zo weer het normale beeld. Dat zou je kunnen gebruiken bij een voetbalwedstrijd. Bijvoorbeeld om te kijken of er echt iemand buiten spel staat. Heel even dichtbij kijken, kijken of het echt een goal is geworden. Maar je kunt je er ook andere dingen bij voorstellen. Op zich in ieder geval een aardige grap. Het Nederlandse ontwikkeling van Scala is dit. Eigenlijk een intelligent televisietoestel waarbij de gebruiker bij het aanschakelen kan kiezen uit televisie, teletext, viewdata of Viditel. Dat zit dus allemaal hierin. Hij geeft ook de telefoonnummers, video, beeldplaat, spellen, de computer. Het is allemaal in feite hier al op voorgeprogrammeerd en je kunt precies zeggen wat je wilt hebben. Als ik bijvoorbeeld op dat 8e kanaal druk op informatie, dan krijg je hier een aantal mededelingen en je kunt hier een heleboel informatie uithalen. Die informatie zit erin in de vorm van chips. En die chips die worden in dat televisietoestel steeds belangrijker. Daarom kun je ze ook compacter maken. Je kunt er modules in steken. Ik kan overgaan nu op die chips en dan kom ik hier bij een televisietoestelletje met een kleine computer erbij van een Amerikaanse ontwikkeling van Texas Instruments. Die kan ik laten praten. I am a computer. Bye. In principe kan ik hier ook andere teksten op gaan invullen en je kunt bij die videospelletjes heel ver hiermee gaan. Je kunt dit soort zaken heel ver doorvoeren. Maar het grappige is dat je dat praten met een computerstem kun je tegenwoordig heel makkelijk programmeren. Ik kan nu bijvoorbeeld welkom heten hier in Houten. Dat kan op dit plaatje, meer heb ik niet nodig. Als ik op dit knopje druk, gaat deze chip praten. Op deze chip heet ik u welkom in Houten. Hartelijk welkom in Houten. Dat doen we nog een keer. Hartelijk welkom in Houten. Nou kan ik laten zien dat ik het echt was. U herkende natuurlijk de zachte G, maar desalniettemin heel even doorgaan en ik laat hem met de stem van mijn vrouw praten. Hartelijk welkom in Houten. Nou kun je zeggen, dat kun je allemaal nog truceren. Ga mij als troskijker eens toespreken. Wel, dat kan ook. Ik druk weer op het knopje. Dit is een speechdemonstratie voor de trostelevisie. Wel, op die manier kunnen we van alles bedenken. De sprekende chips, de videospelletjes, de televisietoestel in de huiskamer. Een wereld vol elektronica. Nieuw op deze Fierato zijn de videospelletjes. Opeens zijn ze er zeer uitbundig aanwezig. Videospelletjes in allerlei maten en soorten. En wat ik hier heb neergezet is maar een kleine selectie van de veelheid die daar te bewonderen is. Je kunt er compleet verslingerd aan raken. Een grote rage, ook in Nederland, is bijvoorbeeld Pac-Man aan het worden. Je kunt overal aan de Pac-Man-competitie meedoen en dan vreet je als het ware streepjes op. En je moet natuurlijk vooral behendig zijn en toetsjes bedienen. De oude flipperkast is er niks meer bij. Hier uit deze kleine selectie misschien dit als voorbeeld. Een spelletje. Ik kan hier op reset drukken. Dat betekent dat ik opnieuw begin. Ik vraag een skispelletje. Ik zeg dat ik met 2 spelers wil spelen. Hij vraagt welke helling. Nou, helling 4. Ik weet niet wat het betekent. En dan nummer 7. En ik ga een berg af. En dan moet ik hier gaan bijdraaien. En u ziet dat ik hier... Op deze manier ga ik wel heel hard de berg af, want waarschijnlijk zal ik ook zo'n gebroken been hebben. Nou, dat is nu duidelijk het geval, want het is nog een hoopje puin van me over. Maar op die manier werken die videospelletjes en dat is duidelijk niet mijn sterkste kant. Maar mijn dochtertjes denken er anders over. Eén voorbeeldje van een technologisch heel gek spelletje is dit van Bandai. Dit werkt op zonne-energie. Hier zitten zonnecelletjes en die zonnecelletjes die geven de stroom. Dus hier hoeven nooit meer batterijen in. En hier kun je dus ook zo'n compleet spelletje op spelen. Videospelletjes voor het geval u dus nog vrije tijd over mocht hebben na het bekijken van 30 verschillende televisieprogramma's.
Dat was het microprocessor gestuurde elektronische inbraakalarm. En in dit geval ging het alarm af omdat een robot ging bewegen. Die inbraakalarmering die is zo gevoelig dat die in feite ook al van zo'n kleine robot af kan gaan. En hij ziet als inbraakalarm niet het verschil tussen mens van vlees en bloed en een robotje wat je misschien in dit huis kunt verwachten. Een andere grap heel even tussendoor. Ik fluit hier het licht aan en uit. Hier fluiten, licht is aan, opnieuw fluiten, licht is uit. Maar dit soort grappen die kunnen even tussendoor. We maken een programma, toch in de eerste plaats over de Virato. En dat brengt ons weer bij video. We willen het even hebben over de videosoftware, de videobanden. Eerst helemaal lege banden. Die zijn best moeilijk te krijgen. Deze doosjes bijvoorbeeld zijn leeg. Het is zo dat de fabrikanten eigenlijk nauwelijks kunnen voldoen aan de grote vraag naar videobanden. Ze kunnen dat niet bijhouden. U kunt wel in de winkel tapes kopen natuurlijk, maar het leveren is best een probleem geworden. Dat komt omdat er honderden speelfilms uitkomen op videoband. Die speelfilms die zijn te huur en die zijn te koop. En een heleboel mensen bekijken 's avonds thuis de film die ze op dat moment willen zien. Nog een stapje verder gaan de videotijdschriften. En het eerste voorbeeld daarvan is Thuisnet. Dat is een videoband met een speelduur van 3 uur. Daarop zit een hoofdfilm en er zit een quiz op. Er zit een omroepster in, een modeshow en natuurlijk commercials. Want zo'n band wordt verkocht voor de prijs van een lege band plus een tientje. Dus voor een tientje krijg je het hele programma en je kunt die band opnieuw gebruiken. Een heel klein fragment nu uit Thuisnet. Mode, artiesten, sport, film, pop, achtergronden en een complete hoofdfilm. Thuisnet, het beeld van nu. Dag allemaal, ik ben Anneke Bakker van Thuisnet, de familieband voor het hele gezin. Een tweede voorbeeld is Vidsyn. De wat Engels aandoende titel is toch voor een Nederlandse productie. Hij is ook hier uitgebracht. Het is een videotape met popmuziek en videoart. En dat is een tape die doet je een klein beetje in de 21ste eeuw gevoelen. Het is een zeer eigentijdse productie. Een tweede nummer daarvan is ook intussen uitgekomen. En van de tweede nummer nu een heel klein fragment. Het derde voorbeeld brengt ons bij Via Video, een tijdschrift op videoband voor de reclamewereld. Op dit tijdschrift zie je bijvoorbeeld nieuwe reclamespot, bekroonde reclamespots, maar ook informatie over bedrijven waar je producties kunt maken. Dat heet mooi de facilitaire bedrijven en een interview met iemand van de NOS. Uit Via Video als gespecialiseerd tijdschrift op video ook een klein fragment. Nou heb je met al die elektronica en die video natuurlijk zoveel tijd nodig dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om je dochtertje voor te lezen. En Inge, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ook daar heeft de elektronica wat op gevonden, want ik heb hier een elektronische voorlezer. En dit boek is in barcode. Ik kan hier overheen bewegen en u ziet, hij gaat niezen. Inge, zullen we samen eens lezen hierin? Kijk, dan gaan we hier overheen. En dan gaat hij deze zin gaat hij lezen. En nog een keer. Nou, dit boek dat leest zichzelf dus voor. Elektronica heeft overal de oplossing voor. Maar dat is natuurlijk onzin, hè? Zal ik je morgenavond weer gewoon voorlezen? Nee. Wat dan? Nou, kijk, zo zijn kinderen, hè? Ze willen alleen nog maar elektronische boeken. Maar vergeet het maar. Inge wordt morgen weer gewoon voorgelezen. Dit is een beetje het centrum van mijn experimenten hier in huis. Het technische hartje van de experimenteerruimte. Ik heb hier een kabelnet laten bouwen. Een kabelnet waar we alle gewone televisiekanalen onderbrengen in de zogenaamde VHF-band.
De hele UHF-band is daardoor vrijgekomen en daar zetten wij videosignalen op. Signalen van de verschillende videorecorders. Die hebben in die UHF-band allemaal hun eigen kanaaltje gekregen en die worden hier dus bijgemengd. Dat kabelnet dat loopt ook naar de overkant van de straat en dat gaat dan met een zogenaamde coaxiale kabel. Een koperkabel die onder de weg doorgaat. Naast die kabel liggen ook glasvezels. Dit is zo'n glasvezeltje, in feite een hele bundel ervan. En door één zo'n haardun draadje kunnen wij dus televisiesignalen transporteren. Hier komen ze met een televisiecamera of een recorder binnen. En aan de andere kant komen ze als lichtsignalen weer uit en kunnen wij ze weer zichtbaar maken op een scherm. Op het gebied van die kabeltelevisie is er het afgelopen jaar heel veel gebeurd. Siemens heeft in Zoetermeer laten zien dat dat 30-kanaalsconcept dat we u in het vorige programma toonden ook voor tweerichtingsverkeer gebruikt kan worden. Je kunt er een alarmering inzetten, bijvoorbeeld door middel van een horloge waar je op drukt een noodkreet laten horen. Je kunt er een brand- of een inbraakalarm opzetten, maar je kunt ook boodschappen gaan doen via het kabelnet. Telewinkelen heet dat en telebankieren, het telegiroverkeer. Er is van alles mogelijk in zo'n kabelnet. We weten eigenlijk alleen niet precies waar u behoefte aan hebt, want uiteindelijk bepaalt de consument wat er gerealiseerd zal worden. En de Nederlandse regering heeft daarom besloten om een heel grote proef op te zetten in Zuid-Limburg. In dat kabelexperiment Zuid-Limburg zal in de komende jaren worden getest waar de consument behoefte aan heeft. En het is leuk dat we u als een primeurtje vast kunnen laten zien wat die abonnees in Zuid-Limburg in huis krijgen. Heel kleine kastjes en druktoetsjes en daarop kunnen ze dan bijvoorbeeld een programma kiezen. Met grote recorders wordt er in het centrum een videoprogramma gedraaid en de mensen thuis kunnen kijken wat ze extra willen hebben. Een experiment dus in Zuid-Limburg. Ook op het gebied van de telefoon is er heel wat nieuws te melden. De telefoon kan worden gebruikt om contact te krijgen met de computer, daar kom ik dadelijk op terug. Maar in het telefoontoestel zelf verschijnt ook steeds meer micro-elektronica. Ik heb hier een heel leuk apparaatje om dat te demonstreren. Het is overigens ontwikkeld in een Nederlands bedrijf. Dit apparaatje heeft een geheugen voor 800 namen, niet meer nummers. Ik typ bijvoorbeeld de tros in en ik zeg draai de tros. Ik geef hem een buitenlijn en nu wordt de tros gedraaid. En zo dadelijk zullen ze dan in Hilversum de telefoon gaan opnemen. Op het ogenblik zie ik dat hij bezig is bij de 715, 715 en 035 had hij al gehad. Nu is het kiezen tot stand gekomen en er begint hier een teller te lopen. En goedemorgen. Met titulaar, goedemorgen. Dit was erg leuk, dank u wel voor uw medewerking. En u ziet dat het een heel kort gesprek is geworden, een demonstratie, 13 seconden. En alleen al het feit dat je hier die tijd kunt zien, betekent dat je gesprekken wat korter gaat houden. Dus misschien bespaart het ook nog geld. Maar het leuke vind ik eigenlijk dat je hierdoor geen nummers meer hoeft te onthouden, maar mensen weer bij hun naam kunt gaan noemen. En de volgende stap is dat je gewoon tegen dit apparaat kunt praten. Dan zeg je tros en hij begrijpt het en hij draait dat nummer. Dit is ook een heel gekke demonstratie. Ik pak een telefoonlijn en ik ga vervolgens hier op een toestel een nummer draaien dat me verbinding geeft met een computer die ergens in het buitenland staat. Dus het zal heel even duren voordat hij alle nummers heeft gekozen. Als die computer dadelijk doorkomt, dan hoor ik een fluittoon en dan druk ik op een knopje. En op dat moment kan die computer zich bij mij komen melden. En alles wat die computer dan te zeggen heeft, dat kan op een klein velletje papier hier komen. In dit geval, ik moet nog even wachten, de verbinding die gaat tot stand komen, het lampje dat brandt. En daar is hij. U ziet, hij gaat inderdaad printen. Hij spreekt alleen Deens, dat is een klein beetje lastig. Mijn Deens is ook niet meer wat het geweest is. Dus ik ga hem eerst Engels laten praten. Ik druk daarvoor weer op een code. En nu is het een computer geworden die Engels praat en dat is al iets makkelijker. Dan zal ik er één voorbeeldje van geven. Ik wil kijken of ik nog geld op mijn bank heb staan. En ik druk daarvoor op de knop die mij de toegang geeft tot de bankrekening van mij. En hij zegt dus, geef me even je nummer en u kunt zich voorstellen, op die manier kun je doorgaan. Het strookje kun je eruit pakken, je kunt de pond worst bestellen, het wordt thuis afgeleverd, het wordt meteen verrekend. Dat soort grappen gaat de telefoon doen. De videocoder is een heel handig kastje waarmee je van ieder televisietoestel een videoteltoestel kunt maken. Het toestel hoeft er niet te worden opgebouwd. Het is eigenlijk een optelsom van een gewoon kleurentoestel en dit kastje en je hebt videotel. Overigens hebben in Nederland pas ruim 5000 mensen en dan nog heel veel bedrijven videotel in gebruik. Het verhaal is toch een klein beetje teleurstellend.
Heel veel beter gaat het daarentegen met teletext. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken al dagelijks teletext. En op de Virato tonen dan ook eigenlijk alle fabrikanten kleurentelevisietoestellen met teletext. Ja, Henk Elsink via een geluidsautootje, een autootje wat draaide op een grammofoonplaat. Dit is technisch natuurlijk een leuke grap en daarom past het heel goed in dit programma. Het is nog niet de beste kwaliteit die je kunt voorstellen als je grammofoonplaat wil draaien. En ik denk dat ook niet zo geweldig goed is voor de plaat. Maar goed, de Virato is natuurlijk een tentoonstelling over beeld en geluid. In die geluidssector lopen overigens de verkopen terug. Men verkeert daar in een mineurstemming. En die wordt misschien toch een beetje opgeheven door een nieuwe ontwikkeling. En die ontwikkeling heet de Compact Disc. Deze Compact Disc is geïntroduceerd nu op de Virato. Onder meer door Philips, die uitvinder is van het systeem. En hier zit informatie in de vorm van putjes, digitaal, opgeslagen op een heel klein plaatje. De andere fabrikanten in de wereld hebben voor een merendeel dit systeem overgenomen. Dat is best een beetje uitzonderlijk, want daardoor betekent het dat je geen problemen hebt als je elders platen gaat kopen en ook van andere fabrikanten platen gaat kopen. De geluidskwaliteit zou niet tot zijn recht komen in een televisieuitzending, omdat het geluid van de televisie slechter is. Daarom demonstreer ik het niet werkend. Maar ik ga wel naar iets wat ik toch ongeveer de leukste grap in dit programma vind. Namelijk drie beeldplatensystemen, drie grote concurrenten, broederlijk naast elkaar hier bij mij thuis op tafel. En ik begin eerst even korte systemen te noemen. Het eerste is Selectavision van het Amerikaanse bedrijf RCA. Het tweede, daar in het midden, is Laservision van Philips. En het derde, daar op de hoek links, is van het Japanse bedrijf JVC en wordt aangeduid met de letters VHD. Die drie systemen zijn onderling niet uitwisselbaar. Het eerste werkt met een naald in een groeve. Het tweede werkt met een bundeltje laserlicht. Het derde werkt met een soort plat schoentje wat over een plaat schuift. Dus je kunt nooit die platen uitwisselen. Totaal verschillende systemen. Ze zijn ook in eigenschappen verschillend. U kijkt nu naar dat rechterbeeld, naar dit ITT Selectavision beeldplatensysteem. ITT gaat die namelijk in Europa op de markt brengen. Eerst in Duitsland en over een paar maanden wellicht ook in Nederland. U ziet dat het aardig is om een speelfilm af te spelen. En u ziet dat ondanks dat er een naald door een groeve draait, ik toch versneld vooruit en achteruit kan gaan. Het tweede systeem van Philips, wat dus werkt op hetzelfde principe als die compact disc, is te zien op die linker monitor daar. Als ik dit weer gewoon op spelen zet, dan ziet u daarboven een beeldnummer gaan lopen. Er kunnen 54.000 individuele beelden op zo'n plaat. Maar deze plaat is heel bijzonder, omdat het een plaat is met teletext. Als ik hier teletext indruk, dan ziet u van het gewone toestel kent u dat. En hier kunt u bijzonderheden krijgen. Er is een bladzijde om een ondertiteling erbij te krijgen voor gehoorgestoorden. Maar je kunt ook encyclopedische informatie erop zetten. Bijvoorbeeld namen van die vogeltjes, een aantal eitjes die ze leggen en zo. Los van die teletext, wat ik op zich trouwens erg leuk vind in die beeldplaat, is dit een systeem met een perfecte kwaliteit. Haarscherpe beelden en waarschijnlijk is ons televisietoestel hier de beperkende factor. Wordt er een nog beter beeld afgegeven. Het derde systeem, en weer totaal verschillend van deze systemen, en daarvoor moet ik één omschakeling doen, dat ziet u nu op de rechtermonitor. Dat is dus VHD van JVC. En dat hebben we net op tijd voor dit programma gekregen. Ik ga eerst even een eind terug. En hier zit ik in dat programma. Ik kan hier ook vooruit en achteruit gaan. Kijk, ik kan die mannetjes heel aardig laten dansen daar. Je kunt daar grappen mee uithalen natuurlijk. Hier. Het is een systeem met een goede kwaliteit. Maar niemand weet of het werkelijk wordt ingevoerd in de wereld of niet. Er zijn geen definitieve verkoopplannen van dat systeem bekend. Het is dus wel te zien, het bestaat, maar men moet nog afwachten of men het werkelijk op de markt gaat brengen. En dat is eigenlijk de situatie op het ogenblik bij die beeldplaat. Men weet niet wat men ervan moet verwachten commercieel. Hier worden mee geprobeerd. Philips gaat ook komen. Er zijn al teleurstellingen geweest. Soms worden er ook al kleine successen gemeld. Maar de vraag blijft voorlopig of de beeldplaat in de wereld een top of een flop gaat worden.
Ja, dames en heren, dit is nog steeds een uitzending van de Horizon. En hij gaat in dit geval ook nog over die Franse ruimtevaarders, een documentaire die ze daar uitzonden. Vandaar af en toe de wat storende kwaliteit van het beeld. Maar ik wil er niets van missen. Ik blijf 24 uur per dag kijken. En daarom heb ik hier een indommelapparaat. Dat is de laatste grap in dit programma. Je kunt hiermee zorgen dat je 24 uur per dag televisie kunt kijken. En dan hoef je niet meer bang te zijn dat je ooit in slaap valt. Eigenlijk is het ding ontwikkeld voor gebruik in auto's. Maar dat is natuurlijk vrij gevaarlijk, want als je moe bent moet je niet doorrijden. Maar bij de televisie is het ideaal. In dit programma, dat had ik u van tevoren in feite beloofd, hebt u een waterval van nieuws te zien gekregen. Verschrikkelijk veel technologische nieuwtjes. En dat was allemaal eigenlijk terugkijken. De komende jaren zullen nog veel meer gaan brengen. Een voorproefje daarvan hebben we al gehad. Sony kwam met de Mavica, een soort foto-videocamera. We hebben er al een paar foto's mee laten maken. Dit en dit zijn voorbeelden daarvan. Foto's gemaakt met een videocamera en daarna afgedrukt, gewoon op papier. Het is ongelooflijk. De toekomst zal nog heel veel gaan brengen. Ik denk, als u bij wilt blijven, dat we nog heel veel van deze specials zullen moeten bezorgen. Bedankt voor uw aandacht. Griet, bedankt. En dat, dames en heren, was het bij ons voor wat vanavond betreft. Graag tot volgende week.